elleboog, dezelfde situatie, duik naar de binnenkant. En hier, tak, daar plaatst hij hem nu zo ver aan die binnenkant. Dat hij echt wel heel duidelijk de apex haalt. Charles Leclerc heeft daar een mega overstuurmoment en verliest daardoor de controle en de leidende positie. Maar dit is zoals je samen erin had kunnen duiken, als je het dan daar wilt doen. En het momentum is mee, identiek aan Max, identiek. Alleen Charles blijft helemaal op de racelijn, stuurt in. Zo had je er samen doorheen gekund. Ja. En nou, in die vorige analyse zat hij gewoon een meter...